Mijn vader speelde gitaar. En die had zo'n 12-snarige gitaar liggen, maar ik mocht daar nooit aankomen. Hij zal dat nu waarschijnlijk ontkennen, maar dat gevoel had ik toen al sinds dat ik er niet mocht aankomen. En als ze niet thuis waren, dan deed ik dat toch. En dan plotseling, als ik er dan wel eens aan plein publiek mocht aankomen, dan bleek dat daar al iets deftigs uit kwam. Dat is mijn herinnering van hoe dat ik echt beginnen gitaar spelen ben. Maar ik heb nooit... Welle, ik ben wel beïnvloed geweest door iets wat ik gezien heb. Ik herinner me nog een clipje van The Cure. Waar dat de zanger, denk ik... Of er waren kinderen in die clip waar dat die een Les Paul vast hadden. En dan herinner ik me nog wel dat ik dacht van dat wil ik ook. Hoe oud ben je als je in het derde studiejaar zit? Dat was ongeveer dan. En dan ben ik het jaar erachter, hebben ze mij inderdaad naar een muziekschool gestuurd. En heb ik eigenlijk 9 jaar klassieke gitaar gedaan. En ik heb eigenlijk pas op mijn 16e of 17e voor het eerst een elektrische gitaar in mijn handen gehad. Redelijk brainless heb ik dat eigenlijk gewoon doorlopen. Ik heb niet het gevoel gehad dat ik dat moest doen. Ik ben vooral achteraf blij dat ik dat gedaan heb. Ik kan niet zeggen dat ik dat op het moment zelf ongelooflijk tof vond. Misschien was dat sociaal gezien tof, maar naar de noodleer gaan heb ik nooit leuk gevonden. En het oefenen van stukjes is pas echt beginnen komen, denk ik, pas rond mijn 15 of zo. Toen ik begon te denken van, misschien moet ik daar iets verder mee doen of zo.